De 80-jarige oorlog staat bekend als de strijd tussen het protestantse Nederland en het katholieke Spanje. Het Rooms-katholieke meubilair, om het maar zo te zeggen, werd kort en klein geslagen. En het werden van die fraaie, kale, witte, calvinistische kerken. Er brak een hevige godsdienstoorlog uit. We hebben de hitte adem van het Spaanse leger, het ontzettingsleger, waar de geruchten gaan dat ze eraan komen. Maar de katholieken gaven zich niet zomaar gewonnen. Graaf Hendrik was nog een beetje van de oude stempel, want het was ook een machtsrusteling. Ja, nou. Vandaag in Ridders van Gelre, hoe Gelderland protestants werd. Maar niet helemaal. Wist jij, Bas, dat via deze toren de Spanjaarden Zutphen hebben veroverd? Ja, ze hebben zelfs nog eens een zwaard nagelaten. Made in Spain. Ja. Ja, daar stond het toen niet op, denk ik. Maar die 80-jarige oorlog, dat is wel een bak ellende. Ja, zeker in Gelderland. Je hebt zulke diepe sporen achtergelaten. Waarom is de ene plaats katholiek en de andere protestants? Dat is bepaald in die 80-jarige oorlog. Laten wij eens op zoek gaan naar de sporen die de 80-jarige oorlog heeft achtergelaten. Tot op de dag van vandaag. Niet alleen onze kruittoren kreeg bezoek van de Spanjaarden, ook door de nabijgelegen stadspoort kwam het Spaanse leger Zutphen binnen. Vandaar dat deze ruïne nog steeds de Spanjaardspoort heet. Zutphen had enorm te lijden onder de 80-jarige oorlog. Uiteindelijk wonnen de Hollanders en werd het katholieke Zutphen protestants. Zeg. Dit is een leeszaal uit 1500... 61, gebouwd van 1561 tot 1564. En dit is een soort laatste katholieke stuiptrekking voor de reformatie? Misschien zou je dat zo kunnen noemen, ja. De kerkmeesters die hier aan de kerk verbonden waren, dachten dat als je maar goede Rooms-katholieke boeken las, dat je dan voor de kerk wel behouden werd eigenlijk. En daarvoor is deze librea aangebouwd. Dit boek is echt een katholiek boek. Ja. Hier staan heilige levens in beschreven, dus van allerlei heiligen dus. Die een goed voorbeeld voor de mensen waren. Zo moest je leven eigenlijk. Dit zijn katholieke boeken. Ik vind het wel apart. De protestanten staan op de deur te rammelen, slaan beelden kapot. Maar deze boeken die zijn niet eens verbrand. Nee, die zijn niet eens verbrand. Dat is absoluut heel bijzonder, ja. Dat ze hier gebleven zijn. Ja. Ja. Ook toen er dus veel protestantse boeken bij zijn gekomen, toen dit een protestantse bibliotheek werd, zou je kunnen zeggen, zijn deze boeken hier gebleven. Wonderlijk. Hebben hier kunnen blijven en dat is heel bijzonder. Zie je wel dat het wel samen gaat? Ja, precies. Wisten we hier al lang. Kanban. Ja. En er zijn hier ook in deze libreien dus voorbeeldjes van beeldjes op die pilaren hier, ook van die heiligen. En die zijn er ook niet afgehakt. Bijvoorbeeld Barbara en Catharina, die hier daar hangen aan de pilaren. Die hangen daar ook nog in volle glorie. Dus beeldenstorm, dat is niet het goede woord. Met zachte hand is er het een en ander verwijderd. En van de boeken is gelukkig heel veel gebleven eigenlijk. De katholieken waren in Gelderland heer en meester. Maar het protestantisme rukte op. In het westen van Nederland sloopte het volk de beelden uit de kerken. Alles moest gericht zijn op het woord van God. Eén man bracht het protestantisme, of het calvinisme, voor altijd naar Gelderland. Ja, van de familie van Nassau. Ja, dat staat erop, hè? Graaf van Nassau. Ja, ja. Dus dat kan bijna niet missen. Maar waarom staat hij nou zo midden op dat plein hier, midden in Utrecht?
Dat ik geschiedenis studeer betekent nog niet dat ik elk feitje weet, helaas. Graaf Jan van Nassau. Heel goed. Ja. Goed gelezen. Zeg maar eigenlijk ook nog heel weinig. Hij is wel de broer van Willem. De broer van Willem van Oranje. Oké. Heb je je al eens afgevraagd wie dit is hier? Die man op het plein? Ik heb me nog nooit afgevraagd, maar als je het zo vraagt, geen idee. Hij staat wel prominent op het plein, hè? Ja. Maar geen idee waarom hij hier staat? Nee. Ja, omdat hij van Nassau is, maar... Ja. Ja. Lijkt mij best wel een begin, toch? Dat is een begin, dat is waar. Ja. Jan van Nassau, hij was stadhouder van Gelre. En we hebben besproken, we hadden geen eigen hertog meer in Gelre. Dat was nu de koning van Spanje. En die koning van Spanje die zit ver weg in Spanje. Dus wij hadden een plaatsvervanger en dat werd Jan van Nassau. Ja, ja. Ja, u doet net alsof hij als een soort van parachutist is neergedaald op Arnhem. Zo is het nou ook weer niet gegaan. Jan van Nassau is 3 jaar stadhouder van Gelderland geweest. Ik geloof van 1578 tot 1581. Ja. Waarom is hij stadhouder geworden? Dat was het werk van zijn broer, Willem van Oranje. En die kennen allemaal. Jan van Nassau is de jongere broer van Willem van Oranje. De stichter, de vader des vaderlands. En om hem te helpen in de strijd tegen de Spanjaarden, had Willem zijn broer tot stadhouder van Gelderland gemaakt. Ja, yeah, he was German. Oké. Okay. Ja, yeah, he was born in Germany. Is he on? Yeah. You may have to view it. Oké. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Ik vind deze Jan van Nassau vooral zo belangrijk omdat hij dat protestantisme er bijna doordrukt in Gelre. Ja, hij was een uitgesproken orthodoxe Calvinist. En de Calvinisten in Gelderland, die waarschijnlijk een minderheid vormden, daar kun je rustig van uitgaan. Het overgrote deel van de bevolking in de Republiek was dan gewoon katholiek. Ja. Maar die minderheid zag zich natuurlijk gesteund door de stadhouder. En men had de neiging om kerken te veroveren op de katholieken. En als het dan een orthodox Calvinistische kerk werd, werd het Rooms-Katholieke meubilair, om het maar zo te zeggen, werd kort en klein geslagen. En het werden van die fraaie, kale, witte, Calvinistische kerken. Het afstapje. Dit was een prachtige katholieke kerk, deze Walburgerskerk, Hartje Zutphen. Ja. Maar door onze grote vriend Jan van Nassau, familie van, ja, is het toch behoorlijk onder handen genomen. Ja, nou dat valt wel mee natuurlijk. Maar, ja, vindt u? Er is met zachte hand, het meevallen is met zachte hand, noemen ze dat wel, is er een hoop verwijderd. Altaren die hier op de hoeken van de pilaren stonden. Ja. In deze nissen stonden altaren. Er stonden geheid beelden. Er stonden beelden. Daarna is dan ook een hoop wit geschilderd. De plafonds, pilaarschilderingen zijn allemaal wit geschilderd. Maar dat is een veel later gebeurd eigenlijk. Maar wel een symptoom, een teken van alles weg wat aan de Rooms-Katholieke Kerk doet herinneren. Een beetje cultuurbarbarij vind ik dat hoor. Maar onder Kuipers, de bekende Kuipers-architect, is dat ruim 100 jaar geleden alweer, is dat witsel weggehaald. En nu kunnen we dus genieten van de prachtige schilderingen. Deze mensen gaat het ook niet echt lekker, hè? Nee. Wat vooral opvalt in dit epitaaf zijn de hoofden die voor een gedeelte afgehakt zijn. En dat is gebeurd in die 16e eeuw. Ja. Rappetap. Ja. Dat zou, en waarom dan de rest niet, dat weten we eigenlijk niet. Maar dat de hoofden afgehakt zijn, zou in ieder geval zijn om iemand het spreken te ontnemen. Dus het gesprek was niet meer mogelijk. Maar dit noemen wij zeg maar een milde reformatie. Dit vinden we mild. Ja. Ja. Ik denk het wel. Mild. Hmm. Uiteindelijk is er veel overgebleven. Zutphen is mild. Zutphen is mild, ja. Hmm. Ja. Maar goed, het is wel jammer dat de hoofden eraf zijn natuurlijk. Ja. Dat mogen duidelijk zijn. Jan van Nassau drong Gelderland niet alleen het protestantisme op. Hij dreef ons ook definitief in de klauwen van de Hollanders. Dat gebeurde hier in dit gebouw. Hier tekenden 7 provincies de Unie van Utrecht. En daarmee beloofden zij als protestants land samen te vechten tegen de Spaanse en katholieke vijand. En dat alles onder leiding van de Hollanders. Voor mij is dit misschien wel de belangrijkste zaal in de geschiedenis van Gelderland. Kunt u zich dat voorstellen?
Ja, maar het is vooral ook de belangrijkste zaal uit de geschiedenis van de vroege Nederlandse Republiek. Want hier wordt de Unie van Utrecht gesloten. Ja, dit is de voormalige kapittelzaal van het domkapittel. En in deze ruimte is in de tijd de Unie van Utrecht tot stand gekomen. Eigenlijk? En ook getekend. De akte waarmee de Nederlandse staat, een onafhankelijke staat, begint? Ja, de vraag is of de Republiek een staat was. Of was het een samenwerkingsverband van 7 mini-staatjes? Dat laatste eigenlijk meer dan het eerste. Ik heb een kopie van de Unie van Utrecht meegenomen met de handtekening van Jan van Nassau. Ik heb hem wel eens gezien, maar oké, rol hem uit. Blijft mooi. Voor de kijkers is het hartstikke leuk. Want ik denk dat de Gelderse kijkers hem niet eerder hebben gezien. Nou ja, daar ziet u een van de allerbelangrijkste documenten uit de Nederlandse geschiedenis. En hierboven heeft Jan van Nassau getekend. En hij heeft getekend voor Gelderland en Zutphen, geloof ik, staat ja, er. Hè? Ja. Ja, terwijl Gelderland wilde helemaal niet tekenen. Dat wil zeggen, de adel wilde niet tekenen. De stadsbesturen zagen er ook niet veel in. En natuurlijk, ja, de katholieke kleren zag er al helemaal niks in natuurlijk. Dus die Jan van Nassau heeft ons Gelderland de Unie van Utrecht ingerommeld? Ja, zo zou je dat nou gerobbeld, gewoon ingedrukt. Hè? Zo zou je dat kunnen zeggen, ja. En je moet toch constateren dat die Unie van Utrecht, dat historisch gezien... Er was toen allerlei ruzie over wel of niet en hoe dan precies. Maar achteraf gezien is het een document van immense betekenis gebleken. Ja, maar wel onder Hollandse dominantie. Gelre had eigenlijk weinig te vertellen. Ja, dat is op dit moment niet anders, eerlijk gezegd. En voor mij begint dat met deze akte. Dat mag u zeggen, want ja, Holland en Zeeland hebben hier in feite het voortouw genomen natuurlijk. Maar die Unie van Utrecht, met Gelre als belangrijk onderdeel daarvan, was van cruciaal belang om het Spaanse leger uit Holland en Zeeland weg te houden. Ja, of andere gevaarlijke vijanden. De reden dat Willem van Oranje zijn broer daar neergezet had, ja, in Gelderland. Jan van Nassau? Ja, Jan van Nassau. Dat was nou juist om, laten we zeggen, de strategische positie van dat westen van Holland, om die naar het oosten toe te versterken. En later zijn er langs die hele grens van de Republiek zijn vestingen gebouwd om de vijand buiten de deur te houden. Dat betekende oorlog in Gelre. Nadat Jan van Nassau de Unie van Utrecht aan Gelderland had opgedrongen, werd Zutphen weer heroverd door de Spanjaarden. Stel je voor, in totaal werd Zutphen binnen 20 jaar wel 5 keer aangevallen. Onze stad werd een speelbal van de 80-jarige oorlog. Dit is een nieuwsprint uit 1591, midden in het hart van de strijd. Wat zien we hier? Nou, wat we hier zien is de verovering van de schans voor Zutphen door de troepen van Maurits. Voordat de stad veroverd kon worden, moest eerst de schans die aan de overkant van de IJssel lag veroverd worden. Dus een week voordat de definitieve verovering was. En het is net als in Breda met het turfschip, is dat in Zutphen door middel van een list gebeurd. En wat voor list was dat dan, wat ze bedachten? Nou, de list hield in dat een aantal soldaten uit de troepen van Maurits, het waren Engelse huursoldaten, zich verkleden als boeren en boerinnen. En naar de schans zijn toegelopen en aan de daar aanwezige Spanjaarden, dat waren er overigens maar een stuk of 15, vroegen van, nou, hebben jullie nog behoefte aan eten? Nou, toen hebben ze ze binnengelaten en als het paard van Troje, was het gebeurd. Een listige jongen, die Maurits. En Zutphen is jarenlang een soort frontstad geweest in die strijd tegen de Spanjaarden. En werd het dan ook meteen katholiek-protestant, katholiek-protestant? Ging dat zo heen en weer? Nou, officieel wel, maar in de praktijk viel dat reuze mee. Het katholieke geloof werd niet meteen helemaal afgeschaft. Je kunt het natuurlijk niet uit de hoofd van de mensen weghalen als een computer die je wist. En hoe vonden de mensen die hier woonden, die hier ter kerke gingen, hoe vonden die dat? De reformatie was natuurlijk al wel een hele tijd aan de gang. Dus er waren zeker al wel mensen die het helemaal niet erg vonden dat de stad protestants werd. Maar natuurlijk, de katholieken die een stapje terug moesten doen, die waren dat niet zo gewend. Ja, er waren geen grote godsdienstvervolgingen. Ik bedoel, de mensen mochten in huis nog wel het katholieke geloof uitoefenen. Daar zijn in Zutphen zelfs ook verschillende schuilkapellen van. Maar dat was dan meer omdat ze het thuis moesten doen dan dat ze het in het geheim moesten doen. Dus Nederlandse en Spaanse legers
zette tientallen jaren de oorlog voort in Gelderland. En vooral hier in de Achterhoek. Groenlo bleef nog lang in bezit van de katholieke Spanjaarden. Maar toen begon prins Frederik Hendrik met zijn protestantse leger de aanval op Groenlo. Dat protestantse leger, dat staat voor Groenlo. Hoe willen ze de stad veroveren? Je staat op een batterij nu. En de bedoeling is dat dit is een onderdeel van de aanvalslinie richting de stad. Dus daar staan dadelijk de kanonnen. Daar zijn we nog, moeten de eerste linie natuurlijk aanleggen. Je hebt nog 5 dagen, hè? Dan moet het klaar zijn. Ja, we hebben de hitte adem van het Spaanse leger, het ontzettingsleger, waar de geruchten gaan dat ze eraan komen. We moeten verschanst zijn, we moeten achter wallen liggen. Deze batterij moet af. Want als we niet verschanst liggen, dan denk ik dat onze opperbevelhebber Frederik Hendrik de aftocht blaast. Want dan gaat hij op de loop voor dat Spaanse leger wat eraan komt. Ja, dus geen tijd te verliezen. We hebben ook geen tijd om te kletsen. Hier heb je een schop. Moet ik ook? Ja, aan het werk. Want, vrees het alweer. Wacht even. Adem van de Spanjaard. Doe ik mijn jasje wel even uit, hoor. Doe de jas maar uit. Want ik weet wel weer. Daar ben ik helemaal niet gewend. Zo. Leg het gewoon hier neer over de kruiwagen. Uiteindelijk duurde het een maand, hè, hele slag op Grollen. Ja. Maar jullie spelen hem komend weekend na in 3 dagen. Ja, hij is echt ingedikt. We hebben de belangrijkste highlights, zeg maar, uit wat er gebeurd is in die maand in 1627, die hebben we eruit gefilterd. En dat hebben we uitgesmeerd in 3 dagen. Maar uiteindelijk die veldslag die we dan zien, dat toch het meest spectaculair is, heeft die nou echt plaatsgevonden? Het is een loopgravenoorlog, maar op een bepaald moment moet je eruit om echt de finale slag te leveren. En dan gaat het man tegen man. En dat doen we natuurlijk ook. Kom maar, jongen. Ik heb er een. Dat is op de duiven. Heb je veel brood bij? Ja, daar. Dankjewel. Dank u wel. Wil jij ook, Godfried? Wacht even. Godfried wil misschien ook nog een slokje. Oké. Okay. Je moet betaald worden eigenlijk, hè? Krijg ik hem van jou? Ja. Oh, moeten we betalen? Ja, ja. In natura, de dames. Nou, dat doen we dan vanavond, als we klaar zijn met werken. Is het goed? Ik zeg niks. Maak je wel wel. Groenlo is en was een katholieke stad. Ja. Maar goed, dit is een protestants leger. Ja. Was het nou eigenlijk wel iets om te vieren, dat zo'n protestants leger het katholieke stad veroverde? Groenlo werd niet bevrijd. Er waren inderdaad katholieken in 1627, en eigenlijk nu is Groenlo en Lichtenvoorde zijn overwegend katholiek. Maar men voelde zich ook niet bevrijd, dus ze werden veroverd. En ze werden niet bevrijd. Is er dan wel reden voor een feestje, nu komend weekend? Voor de protestante troepen, voor de staatse troepen wel. Maar voor de Spanjaard was het geen feest, en voor de grootste bevolking ook niet. Maar nu? Nu is het feest. Nu moet je gewoon echt komen kijken, want je weet niet wat je overkomt. Gaat om de historische sensatie. Je wordt ondergedompeld in 1627. Niet alleen de stad Groenlo bleef lang knokken tegen de Hollandse protestanten. Ook Zeerenberg stond nog jaren aan de kant van de katholieke Spanjaarden. Dat had alles te maken met één man die hier op het kasteel woonde. Graaf Hendrik van den Berg. Niet bepaald een lievertje. U hernaamt een boerenplager. Eerst geprezen, nu versmaat. Eerst bemind, maar nu gehaat. Gebt behaald wel 1000 schanden. Met uw moorden, roven, branden. In dien eigen vaderland, k meen ge zult het naderhand, op een kort toch wel beklagen, foei, foei, op uw oude dagen,
de tent sluit niet, lieve man. Nooit en waard gij een tiran. Meneer. Goeiedag. Wat een hartstochtelijk onvriendelijk lied. Hartstochtelijk en onvriendelijk. Dat is zo'n mooie zin heb ik al een paar dagen niet gehoord. Nee. Hartstochtelijk en onvriendelijk. Er zit heel veel kracht in, maar er zijn hele harde woorden. Tiran, foei, foei, foei. Ik zing een lied over graaf Hendrik van den Berg. En graaf Hendrik van den Berg heeft in deze streek nogal veel met zijn leger teweeggebracht. En waar komt dit lied vandaan? Die zijn ontstaan eigenlijk vanuit het volk na de inname van Wezel en na de inname van 's-Hertogenbosch. Beide grote tegenslagen voor graaf Hendrik van den Berg. Ja. En toen is graaf Hendrik van den Berg, misschien uit een soort frustratie of zo, is hij over de Veluwe getrokken, door de Achterhoek over de Veluwe getrokken. Veel boeren hebben daar veel weet van gehad. En ja, ergens die emotie kwam niet alleen in verhalen, maar kwam ook dus in liederen naar voren. Ja. Imposant figuur. Ja, iedere keer als ik hem dan toch weer zie, dan denk ik, jee, wat indrukwekkend portret is het. Die man van dat liedje wordt eigenlijk een beetje afgezaagd in het liedje. En hier staat hij in zo'n Spaans harnas. Ja, er zijn eigenlijk twee verhalen over deze man. Je ziet hem hier zo pontificaal en prachtig in een ruiterharnas. Mm-hmm. Nou, deze man Hendrik van den Berg, graaf Hendrik, die ging op 15-jarige leeftijd in Spaanse dienst. Heeft daar enorm veel carrière gemaakt. En dit schilderij moet wel gemaakt zijn tijdens een opmerkelijke gebeurtenis in zijn leven. En we denken dat het schilderij gemaakt is toen hij stadhouder werd van Spaans Gelderland. Dat was natuurlijk een fantastische gebeurtenis. En dat gaf de macht en roem. En dat zie je ook in dit schilderij enorm terug. Graaf Hendrik was nog een beetje van de oude stempel, want het was ook een machtswellusteling. Ja, nou. En heeft aan het einde van zijn carrière ook ruzie gekregen met de Spaanse officieren, omdat hij toch te dominant was. En er werd door hem ook verweten dat hij hulde weer met de staatse kant. Een beetje opportunistisch mannetje ook. Eigenlijk wel. Maar je moet dat wel zien in die tijd. Het was ook zo dat ze je eigen goederen moest je veiligstellen. Dat was natuurlijk erg belangrijk. Ja, een beetje zorgen voor de boeren en de rustenomgeving, dat was een puntje, hè? Ja, maar daar werd geen rekening mee gehouden. Eerst geprezen, nu versmaat. Eerst bemind, maar nu gehaat. Improviseert een beetje. Ik heb bemind. Eerst bemind, maar nu gehaat. Dat heb je als je uit het hoofd doet. Ja, ik vind het allemaal prachtig. Ja. En dan dit. Gehebt. Ge behaalt wel duizend schanden. Ja, we denken dat het duizend was. Ja, hij is duizend, ja. Nee. Heel veel schanden. Harald? Ja, ik ben er. Wat ik me nou bedacht, Godfried. Die mannen zitten te graven om Groenlo aan te vallen. Maar dan heb je ook nog die Hendrik van den Berg op het kasteel de Serenberg. Die kan ze toch zo in de rug aanvallen? Hij was in... Hij lag in Duitsland met een heel groot leger. Dat werd steeds groter. En toen hij de tijd rijp vond, toen kwam hij naar Groenlo, inderdaad. Maar dan kon hij zo, de mannen die aan het graven waren, die kon hij in de rug aanvallen. Ja, daarom hebben ze ook echt gegraven als gekken. Om verdedigbaar te zijn, om achter een wal te zitten voordat hij voor Groenlo zou komen. Die wal is hier in de buurt, hè? Ja, heel dicht extra in de buurt. Wal. Ik ken het alleen maar van de Zwarte Cross hier. Wie niet? Maar je hebt eigenlijk een veel mooier geheim hier, vlakbij. Dit is prachtig. En de Zwarte Cross is geweldig, maar er ligt nog een pareltje achter die boom. Let op. Ja, het fijne is, je komt altijd beneden. Met zo'n motor van de Zwarte Cross gaat het makkelijker, denk ik. Hart? Ja. Een vestingwerk. Ja, gewoon midden in het bos. Ja, klopt. En dit was om graaf Hendrik tegen te houden als hij met zijn Spaanse leger zou komen vanuit Serenberg. Ja, de Engelse schans was het eerste obstakel waar hij langs moest om richting Groenlo te komen. Dus er lagen eigenlijk twee linies om Groenlo. Eén linie om aan te vallen en één linie om een andere partij, het Spaanse leger, tegen te houden. Er lag één linie en die had twee functies. Namelijk het afsluiten van de stad, zodat er niemand meer in kon, maar ook niemand meer uit kon. Maar het was één linie. En hij was uiteindelijk was die aangelegd om naar buiten toe gericht van alle batterijen, alle kanonnen stonden die kant op gericht. Want daar kwam het Spaanse gevaar, het ontzettingsgevaar
vandaan. Dus deze schans was eigenlijk bedoeld om de Spanjaarden met Hendrik van den Berg tegen te houden. Maar Hendrik is hier nooit geweest met het Spaanse leger. Nee, het idee van Frederik Hendrik was dat hij hier de eerste klap op zou vangen. Dat het Spaanse leger deze kant op zou komen. Maar dat deed Hendrik niet. Die trok om de linie heen en ging in het oosten in Vreden zijn kampement opslaan. En hij kwam te laat, want Groenlo is uiteindelijk veroverd door de protestanten van prins Frederik Hendrik. Zo is het helemaal. Godfried, ik vind het heel mooi, want je hebt het verhaal over de 80-jarige oorlog zo mooi verteld. Nu al heel lang. De slag om Grollen wordt zelfs nagespeeld. En dat is vooral toch ook dankzij jou, dat heel veel mensen er nu van weten. Jawel, niet al te bescheiden. Ja, ben ik wel. En dat betekent dat het ridder Bas en mij heeft behaagd om jou ook te maken ridder van Gelre. Omdat je je belangeloos nu al zo lang inzet om dit verhaal over de 80-jarige oorlog hier in de Achterhoek te vertellen. Wat je mooi. Je hebt het meer dan verdiend. Hartelijk bedankt. Gefeliciteerd. En we zijn samen ridder van Gelre. Kijk aan. Dus dan liep je hier naar boven met heel je wapenuitrusting. Ja, als soldaat. Ja, moet je even een beetje... Zo. Ja, dat is een hele klim. Jongen. Marianne. Deze Hendrik is niet altijd de Spaanse koning trouw gebleven. Nee, dat klopt. Aan het bijna het einde van zijn leven is hij toch overgegaan naar de staatse kant. En dat had ook een reden. Want hij had de slag om Den Bosch verloren. En de Spaanse officieren, er was toch een cultuurverschil tussen hem en de Spaanse officieren. Toch wel. En hij werd beticht dat hij hulde met de vijand, dus met de staatse kant. Dat hij zijn eigen bezit veilig stelde. Maar hij is wel katholiek gebleven. Ja, hij is toch katholiek gebleven. Ja. Want dit, waar ik nu naar kijk, dus ze kijken tenminste goed, die kant is de Achterhoek. Ja. Dat is katholiek. Ja, dat is grotendeels katholiek. Ja. En dat hebben we aan Hendrik te danken dan. Ja, zo zou je het min of meer kunnen zeggen. We hebben tenminste nog carnaval hier. We vieren enorm carnaval. Ja. Enorm, maar het is ook een beetje de invloed uit het Rijnland. Uit dat natuurlijk, ja. En de kroeg dicht bij de kerk? Altijd, tegenover de kerk, ja. Het is nog wel erg katholiek, hoor. Ja, dat klopt, dat klopt. Wat een uitzicht, hè, Diana? Ja. Mooi, hè? Meneer van der Pluim. De protestanten veroveren Groenlo. Maar wat gebeurt er dan met al die katholieke mensen hier in de stad? Nou, die katholieke mensen waren er zeker niet bij aanwezig toen hier de eerste kerkdienst werd gehouden in deze kerk. Want dat was een kerk die was van huis uit katholiek. 90% van de bevolking was katholiek. En zij moesten hun kerk inleveren omdat die kerk bij het recht van de overwinning aan de Calvinisten toekwam. De katholieken werden dus, de burgers werden tweederangs burgers in hun eigen stad. Zeker. Prachtige basiliek tegenwoordig in Groenlo, een grote katholieke kerk. Maar de protestanten waren hier eeuwenlang de baas. Hoe hebben de katholieken zich toch gehandhaafd? Nou, de capitulatievoorwaarden van Frederik Hendrik waren zodanig dat de priesters die er waren mochten in de stad blijven. De pastoor ging de stad wel uit, maar de twee kapelaans bleven er. En die hebben lang in woonhuizen van de katholieken de mis opgedragen. Dat ging allemaal clandestien. En als ze erachter kwamen, als bewind erachter kwamen, dan deden ze een inval en arresteerden ze. Ja, eerst mocht het, maar daarna werd het echt verboden. In 1650 was het regime zo strak geworden dat het helemaal niet meer ging. En het heeft zeker tot 1700 geduurd voordat men buiten de stad, het werd toegestaan dat men in een boerenschuur de kerkdiensten hield. Toch bijzonder dat ondanks de protestantse overheersing de inwoners van Groenlo standvastig katholiek bleven. In de gebieden die tijdens de 80-jarige oorlog langer in bezit van de Spanjaarden bleven, kon het katholieke geloof zich diep wortelen. Daar zien we dit soort mooie kerken. En daar wordt nog steeds carnaval gevierd. De 80-jarige oorlog liet diepe sporen na in Gelderland. En deze zijn zichtbaar tot op de dag van vandaag. Nu genaamd een boerenplage, eerst geprezen, nu versmaad. Eerst bemind, maar nu gehaat. Wow.
Mooi hoor. Je hebt wel een biertje verdiend uit Groenlo. Kom je nu uit Gollen? Uiteraard, uiteraard. En hoe was het daar? Ja, het was gezellig. Ze zijn druk bezig met het feest voor komend weekend. Het historisch onjuiste feest. Ja, ze hebben niet helemaal door dat het voor hun voorouders geen feest was, die 80-jarige oorlog. Die wilden graag katholiek blijven. Maar goed, Groenlo is katholiek gebleven, ondanks wat er gebeurd is in de 80-jarige oorlog. Dus het is toch goed gekomen voor de Gollenaren. Mooi dan. En ze hebben lekker bier sinds 1615, toch? Nou, dat is nu maar versus. Op Grol. En op Gelre. Op Gelre ook.